je laatste dag is geleefd. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is geleefd. Hier aan het draaien was. Je bent een DJ van eigen bodem. Ja. En de sfeer staat er alweer goed in. Vertel eens. Ja, ik ben Robin Boksen en ik kom hier uit Zonwijk. En ik moest hier draaien van 9 tot 10 en het begon al lekker vol te lopen. Door de regen kwam het wat later op gang dan het gepland hadden eigenlijk. Maar de regen stopte net op tijd, dus ik stond al voor een lekkere volle zaal. Dus het was geslaagd. Ik wil wijzen uit het dak, hè? Ja, zeker. Ja, viel niet tegen. En hoe lang doe jij dit al? Eigenlijk al sinds ik best wel jong ben. Toen ik 11 of 12 was, ben ik al mee begonnen. Dus, En hoe oud ben je nu? Ik ben nu 22. En treed je ook op andere plekken op? Door het hele land eigenlijk. En tegenwoordig steeds vaker in de buurt van Limburg en aan de oosten van het land. Maar ook hier in de buurt op veel plekken. Ook je beroep ervan maken? Ik ben net afgestudeerd. Dus ik ga eerst wel gewoon normaal aan het werk, maar ik blijf dit er nog wel bij doen, want ik vind het wel leuk om te doen. Ja, zeker. En wie had je meegenomen? Want die was ook lekker bezig. Ja, dat is Nick Everton. Dat is een jongen uit Zoetermeer en die doet dat hartstikke leuk. Hier is dames en heren, nogmaals bij ons Anthony Everton. Dit is DJ Robin Boksen, de beste DJ van Ethiopia, sowieso. Dit was onze set voor vandaag. Dit is ons laatste nummer. Het is ook leuk om op eigen bodem te doen. Ja, zeker. Het is normaal. Ik zit best wel veel bekende gezichten en zo, ook van vroeger. Ik natuurlijk gewoon ken uit het dorp, dus dat is wel hartstikke leuk om een keer hier te staan. Ja, zeker. Gewoon wel een thuiswedstrijd. Ja, inderdaad. Ja. Nou, super, bedankt. Ja. Nicolai, is alles onder controle vandaag? We hebben nog steeds alles onder controle, dus het gaat helemaal goed. En wat doe je allemaal? We houden alles in de gaten vanaf deze kant. Er staan twee collega's aan de andere zijde. En die houden die kant allemaal in de gaten. Het is hartstikke veilig hier. Zeker weten. Waar let je op? Alles. Kinderen met onder de 18 met drank. En of het gezellig blijft. Dus. Er is altijd een schrijfje in. Ja. Nou, goed. Ik moet hem geven. Dankjewel. Alsjeblieft, fijne avond. Jij komt uit Frankrijk. Ja. En dan vraag ik me af, wat doe je hier? Ik kom hier heel gezellig dansen. Het is heel geweldig hier zo. Ik vind het heerlijk. Leuke muziek, leuke mensen. Geweldig. Maar ik bedoel, Frankrijk, Zonwijk. Hallo, hoe zit dat dan? Ja, mijn ouders komen uit Zonwijk. Maar ja, het is hier zo leuk. Ik kom hier elke zomer op vakantie. Want jij woont ook nog gewoon in Frankrijk? Studeert daar, wat doe je? Nee, ik woon tegenwoordig in Nederland. Ik studeer in Den Bosch. Ja, leuk! En je broer? Nee, mijn broer die studeert nog in Frankrijk. Maar die komt speciaal over Summerland. Jij komt speciaal over Summerland? Ja. Lampen, hoe dan? Helemaal uit Frankrijk voor dit weekend. Ja, Summerland. Summerland, ja, dat... Groot feest, dan moet je voor de hele 9 uur rijden. Ja. En blijf je dan ook nog tot kermis? Ik ga weer naar huis en dan kermis kom ik weer terug. Weer een weekendje. Nou, goed bezig toch? Ja toch? Ja. Dankjewel. Lars en Marco, ik heb jullie geïnterviewd bij de opbouw. Is alles onder controle? Gaat goed? Ja, het gaat allemaal goed. Er zijn genoeg mensen binnen en iedereen die boven de 18 is heeft van ons een bandje gekregen door... bewakers die controleren dan de ID's en voor de rest lijkt iedereen het naar zijn zin te hebben en goede muziek. Je merkt hier niet misschien, maar ze hebben het daar onwijs naar hun zin. Ja, nee, dat denk ik ook al. In ieder geval als je de DJ hoort, die neemt natuurlijk het publiek mee en
als het niet zo leuk is, dan hoor je hem ook veel minder eigenlijk. En Marco, heb jij ook alles onder controle? Ja, het gaat allemaal heel goed. Het loopt lekker, ja. Boom, boom! 1, 2, 3! Is het uitverkocht? Ja, het is uitverkocht. Dus ja, de meeste mensen zijn nog binnen, maar je hebt altijd weer van die laatkomers. Maar ik denk dat 95% al binnen is. Dus, Nou, mooi toch? Ik sta hier dus bij Glenn en Carlos van Oude Jongens Krentenbrood. Helemaal goed. Glenn, wat ging het fantastisch, man. Dit ging helemaal top. Stompwijk is tot nu toe, denk ik, een van onze leukste optredens geweest. Ja, absoluut. Ja, en ik was erbij. Jij was erbij. Jij, dat kan zeggen dat je erbij was. Ja, ja. En wat maakt het zo leuk? Ja, het maakt zo. De mensen zijn supergezellig, lekker meegaand. Alles goed voor elkaar geregeld. Helemaal top. Speciaal voor al die dronken mensen, Summerland Festival, OJKB, here we go! En Carlos, ging het bij jou ook helemaal goed? Ja, volgens mij wel. Ik moet zeggen dat de ambiance hier vandaag echt super is, ondanks hoe de dag begonnen is met het slechte weer. En als je dan zo kan eindigen, super top. We houden van jullie! Hey, en heb je nou optredens vooraf gehad? We hebben straks nog even moeten straks door naar Uitgeest. En dan morgen staan we Hoogkarspel. Ja. Dus we moeten nog wel even wat kilometers maken, maar dat gaat gewoon door, hoor. Ja. Maar jullie hebben in ieder geval de energie opgedaan. Dus absoluut. Volgens mij, absoluut. We hebben hier Uitgeest. Nou, de energie van hier gaat ons vandaag helpen. Absoluut. Dankjewel, hè. Riverside, motherfucker. Riverside, motherfucker!